Welkom bij de Bigger Blog. Leuk dat je weer kijkt. Ik ben Josine en ik wil het met je hebben over body positivity, hoe ik ermee omga en wat ik ervan vind. Een paar jaar geleden ben ik de Bigger Blog begonnen omdat ik andere vrouwen, net als ik, wilde inspireren, maar ook motiveren om van jezelf te houden precies zoals je bent. Jezelf te accepteren precies zoals je bent hier en nu. Voor mij is het ultieme body positive gevoel dat je dat hebt bereikt, dat je blij bent met jezelf en dat je niet hoeft te veranderen voor een ander of voor een bepaalde standaard. En vaak wordt dat beschreven als the road to self-love. Dus de manier waarop je op een dag erachter komt dat je gewoon jezelf accepteert zoals je bent en van jezelf houdt. En daardoor misschien nog zelfs een betere versie van jezelf kunt worden. Die road to self-love, daar heb ik een paar maanden geleden een blog over geschreven. En ik ging toen terugkijken op mijn leven. En toen kwam ik toch wel achter bepaalde dingen die ik me nooit echt heb gerealiseerd. En één daarvan is dat body positivity echt een rode draad in mijn leven is. Tijdens het schrijven van dat blog ging ik eigenlijk mijn hele leven langs en dus ook mijn jeugd. Ik ben al vanaf kleins af aan te dik of te zwaar of boven de curve, noem het hoe je het wil noemen. Maar ik was in ieder geval anders en ik had overgewicht. En dat wist ik ook, daar was ik me ook bewust van. En ik heb daar uiteraard ontzettend over ingezeten. Maar als ik terugkijk naar vroeger, was ik daar eigenlijk niet mee bezig. Ik heb wel herinneringen dat ik bijvoorbeeld naar vrouwen keek om me heen, volwassen vrouwen die alsmaar aan het lijnen en diëten waren. En dat ik dan altijd dacht van, maar waarom? Want je bent toch eigenlijk hartstikke mooi zoals je eruit ziet. En ik zag ook uiteraard de negatieve kant. Het was overal, over het algemeen, altijd negatief bladen. Want het was altijd mopperen dat je maar af moest vallen. Of het was mopperen dat je dieet niet werkt. Of dat je weer was aangekomen. Er zat nooit echt een hele positieve vibe aan. Dus ik merkte ook al heel snel van oké, dus als je afvalt is het eigenlijk nooit goed. En ik heb al vrij jong besloten van, nou ja, dit is Josine. Ik ben dik. Dit is mijn feature. En ja, ik doe er gewoon mee wat ik kan. En ik heb het nooit echt als een belemmering gezien. Behalve dat ik er wel van baalde. Dat ik niet altijd begreep waarom mij dat overkwam. Of waarom ik dit heb nog steeds. Maar toch, ik ben er eigenlijk achteraf gezien echt ontzettend trots op. Dat dat mijn karaktereigenschap was als klein meisje. En ik hoop ook oprecht dat met deze hele beweging van body positivity, dat andere jonge meiden ook worden geïnspireerd. En die niet huilend in hun bed liggen en continu maar denken aan willen afvallen en wel voldoen aan de norm. En dat gezegd, ik heb me ook nooit heel erg laten beïnvloeden door tijdschriften of magazines. Ik heb nooit gedacht, als ik Kate Moss zag, dat ik dacht, oh, zo wil ik er ook uitzien. Nee, ik dacht gewoon, ja, dat is Kate Moss en ik ben ik. Dat is misschien een beetje omdenken, maar ja, dat is wel een manier hoe ik er altijd mee om ben gegaan. Ik heb ook ruim 10 jaar werkervaring in de mode-industrie. En daarbij werk ik ook dagelijks met pasmodellen met maat 36 en 38. En ook daar ben ik niet continu mezelf aan het vergelijken. Ik denk gewoon, ja, zij hebben die maat en ik heb deze maat. En dat is oké. En dat was eigenlijk pas onlangs dat ik me realiseerde dat eigenlijk de ultieme body positivity is. Gewoon oké zijn met wie je bent. Anderen ook accepteren hoe ze eruit zien. En ja, we maken er gewoon het beste van. En we houden van onszelf. Omdat ja, ik ben ik en jij bent jij. En dat is oké. Nou, je kan misschien wel denken van, nou, jij hebt makkelijk praten. Maar het afgelopen jaar heb ik echt een rotjaar achter de rug. Laten we het een burn-out noemen. En daar zit ook een klein stukje depressie bij. En daarbij realiseerde ik me eigenlijk voor het eerst dat ik ook echt ontzettend onzekere momenten had. Waarbij ik echt me oprecht ongelukkig voelde met mezelf. Niks was goed. Als ik foto's ging maken voor mijn blog, dan was het allemaal maar helemaal niks. En dacht ik, nou, ik kan het net zo goed niet plaatsen, want dit is toch gewoon niet mooi. En dan keek ik een paar weken later terug naar die foto's, van eigenlijk een paar dagen later. En dan dacht ik eigenlijk, oh, dat ziet er best wel goed uit. En op die dag was mijn zelfbeeld dan gewoon zo laag, dat ik er niet tevreden mee was. Terwijl elke andere dag, waarin ik gewoon wat meer mezelf ben, was het gewoon prima. En dat bedoel ik dus te zeggen, je kan echt absoluut je onzekere momenten hebben en nog steeds body positive zijn. Maar soms is het allemaal gewoon wat heftiger aanwezig.
En dan kan ik me goed voorstellen dat je echt niks hebt met het hele body positivity. Omdat je denkt, nee, ik ben niet blij met mezelf. En omdat ik dat eigenlijk het afgelopen jaar voor het eerst, nou ja, ik wil bijna zeggen in mijn leven heb ervaren. Dat ik gewoon echt even ongelukkig was met mezelf. Denk ik dat ik daarom je ook kan vertellen dat je dus absoluut body positivity en zelfliefde kunt creëren. Je kunt het opwekken, je kunt het stimuleren, je kunt het absoluut op een dag krijgen of zijn, moet ik dan zeggen. Hè? En daar wil ik je bij helpen, dus ik vertel je eigenlijk mijn tips. Regelmatig krijg ik dus de vraag, oké, nou leuk dat jij body positive bent, maar hoe word ik het ook? En daarom bedacht ik dat ik in deze vlog wat dingetjes wilde uitleggen hoe ik denk dat het je kan helpen en hoe het mij soms ook wel eens helpt. Waarschijnlijk herken je het wel. Je hebt een foto van jezelf gezien, een vakantiefoto of bij vrienden op een feestje of een video. Of je kijkt gewoon in de spiegel en je kan eigenlijk alleen maar negatieve dingen zien en benoemen. Dat snap ik, maar draai het nu eens om. Ga eens jezelf forceren om mooie dingen te zien en benoem eens wat je wel mooi vindt. En er zijn echt absoluut een heleboel punten op te noemen die wel heel erg mooi zijn aan jezelf en dat weet ik zeker. En als je dat doet, probeer je dan ook te focussen op die pluspunten en iedere keer als jij in de spiegel kijkt, zie dat dan ook. En ga niet je focussen op de negatieve dingen die je wilt veranderen en die je anders had willen zien, want dat is niet zo. Je bent er hier en nu en wat je ziet is wie jij bent. Door positief naar jezelf te kijken, kun je waarschijnlijk ook positiever naar anderen kijken. Vaak hebben mensen de neiging om andere mensen neer te halen, zodat ze zichzelf beter voelen. En als je dat gevoel dus een beetje omdraait, dan zou het je nog wel eens kunnen helpen. Ik bedoel bijvoorbeeld, geef eens een compliment. En een oprecht compliment, hè? Je moet het niet uit je duim zuigen natuurlijk. Maar vertel eens een keer, kijk naar anderen ook op die manier, zoals je naar jezelf gaat kijken. Dus benoem de pluspunten en geef diegene een compliment. En diegene zal daar heel erg blij van worden, want jij meent oprecht dat je dat leuk vindt of mooi vindt aan diegene. En diegene die gaat dat waarderen en die wordt daar ook heel erg blij van. En dat is besmettelijk. Jij wordt er waarschijnlijk dan ook vrolijker door of blijer van, want het is een positieve vibe die je hebt. Je gaat dat uitstralen en indirect krijg jij vervolgens die complimenten zelf ook weer terug. Funny when we fight it. Voor mij is het ultieme body positivity gevoel toch wel dat je van jezelf houdt precies zoals je bent. En dat je niet wilt veranderen. En als jij een betere versie wil worden van jezelf, is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Als dat betekent dat jij je nog lekkerder in je vel gaat voelen, prima, waarom niet? Maar body positive houdt wel in dat je dit voor jezelf doet. En omdat jij persoonlijk daar echt oprecht gelukkiger van wordt. Dus ga het niet voor een ander doen. Ga niet veranderen van binnen of van buiten, omdat je dan beter past bij de standaard. Omdat je dan jezelf kunt vergelijken met anderen. Of omdat je dan een bepaald zelfbeeld creëert wat wel goed voor jou is. Is niet body positive. Het gaat erom dat jij oké bent precies zoals je bent. Body positivity kent geen echte regels, het heeft geen wetboek, het is geen religie. Het is echt een gevoel en het komt recht uit je hart en het komt van jou uit. Dus jij wilt veranderen op een bepaalde manier voor jezelf, dan is daar helemaal niks mis mee. Laat je dus ook niks wijs maken en volg je eigen gevoel en volg je hart. Ik vond het echt ontzettend moeilijk om deze video op te nemen. Ook om zo open over mijn gevoelens met jullie te praten. Maar ook mijn verhaal. Het is toch altijd heel persoonlijk. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met mijn video. En dat ik mijn verhaal goed heb kunnen uitleggen. En dat ik ook een beetje stiekem hoop dat ik jou kan helpen om body positive te worden. Maar ook om andere mensen te beïnvloeden op een positieve manier. Bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal, dan zie je ook mijn volgende video's voorbij komen en ik zie je online.